Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. Volg de uitzending elke woensdag om 5 uur 's middags via ATV kanaal 12.1. De herhaling elke woensdagavond via ATV kanaal 12.2. In Gesprek Met, een ATV-productie. Goedendag kijkers, we hebben vandaag in gesprek met mevrouw Nancy Harnandan. Zij is van de Centrale Bank en de Centrale Bank start een nationale financiële inclusie en educatie nulmeting. Welkom in ons programma mevrouw Harnandan. Kunt u me vertellen wat dat precies inhoudt? Dank u wel. Het klopt, de Centrale Bank start met een nationale financiële inclusie en educatie onderzoek. In samenwerking met het IMBO, dat is het Instituut voor Maatschappij en Wetenschappelijk Onderzoek van de universiteit. Als u zo hoort, nulmeting, dan moeten we denken aan de beginsituatie. We gaan na, wat is de beginsituatie op een bepaald punt? En het betekent, de beginsituatie op een bepaald punt betekent dat je wil nagaan. Je gaat data verzamelen over de toegang, de kwaliteit en het gebruik van financiële producten en diensten van de samenleving. Financiële educatie is het vergroten van kennis en vaardigheden en inzichten aan jongeren en volwassenen op het gebied van geld en geldzaken. En is het de eerste keer dat de bank zo'n onderzoek houdt? Ja, dit is de eerste keer dat de Centrale Bank zo'n onderzoek uitvoert. Wereldwijd is het wel zo dat andere landen dit onderzoek bijvoorbeeld al voor 6 en 7 keren hebben uitgevoerd. Suriname gaat dit onderzoek nu pas uitvoeren. Maar dat geeft ons natuurlijk ook tools mee om en de mogelijkheden dat we de informatie kunnen vergelijken met andere landen. En om welke informatie gaat het die de Centrale Bank wil verzamelen? Nou, de vragenlijst is opgebouwd uit een aantal rubrieken. Ik zei al eerder dat ik noemde eigenlijk de toegang, het gebruik en de kwaliteit. Dat zijn indicatoren. We hebben ook doelgroepen. De doelgroepen zijn jongeren, gender en ondernemerschap. Er zijn andere indicatoren waarbij er over geldzaken en financiële capaciteit vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld over de toegang tot en kennis van digitale financiële diensten. Je hebt ook vragen over leningen, over sparen, over betalingen. Je hebt vragen over verzekering. Er zijn ook vragen over geldzaken en financiële capaciteit. Maar daarnaast heb je ook vragen over de kennis van financiële instellingen en de financiële producten en diensten die deze instellingen aanbieden. We horen vaak in de samenleving dat mensen klagen, ondernemers zelf, de kleine man zelf die een hossel doet. Het is moeilijk om een bankrekening te openen. Is dit het moment voor de mensen om aan te geven wat de knelpunten zijn? Ja, dat is helemaal zo. Dit is het moment. Je hoort in de samenleving vaak dat er problemen zijn om een bankrekening te openen. Maar nu is het moment aangebroken dat je niet alleen maar dat wij naar de burgers toe gaan om te vragen wat zijn de knelpunten en hiaten? Wat zijn de problemen dat de gemeenschap of de burger ondervindt? Want als je bijvoorbeeld alleen maar hoort dat er knelpunten zijn of het is moeilijk om een bankrekening te openen, dan is het zo van dat je weet niet wat er aan de hand is. Dus dan moet je ook wel, als je dit onderzoek uitvoert, weet je precies wat scheelt er allemaal. Toch? Wat belemmert de mensen om een bankrekening te kunnen openen? En dit geeft ons natuurlijk de informatie om daarop beleid te kunnen loslaten. En aan de hand van dit onderzoek streeft de Centrale Bank ernaar dat we een nationale financiële inclusiestrategie en een nationale financiële educatiestrategie gaan formuleren. En welk type onderzoek zal men gebruiken? We gebruiken een A-selecte steekproef. Een A-selecte steekproef, we hebben eerst een pilotonderzoek. Pilotonderzoek is gestart op 5 mei, donderdag 5 mei. En dat zal tot en met 19 mei doorgaan.
Er zijn 3 districten waar dit onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is Paramaribo, Brokopondo en Saramaca. Na de pilot, dan zijn er natuurlijk, in deze periode worden er ongeveer 420 eenheden geëncateerd. Je moet die eenheden zien als eigenlijk personen, als ik het even makkelijker moet uitleggen. Ja. Je hebt adressen waar dat uit de steekproef wordt getrokken en dan waar de adressen zijn. Dit onderzoek vindt plaats onder de beroepsbevolking van 15 jaar en ouder. Dat betekent dat we starten met 15 jaar. We gaan niet beneden 15 jaar, omdat beneden 15 jaar je hebt het startmoment. Onze startpunt is 15 jaar. We gaan niet beneden 15 jaar, omdat je beneden 15 jaar niet mag werken. En er zijn in die vragenlijst vragen over bijvoorbeeld ondernemerschap. Nu kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld een student ook een onderneming heeft. Klopt. Dus je wilt die groep ook meenemen. Maar beneden 15 jaar mag dat niet. En wanneer we deze informatie verzamelen, dan is het ook wel dat je... bijvoorbeeld als zo'n student zegt dat ze een onderneming hebben, dan ga je naar die vragen van onderneming. Heeft bijvoorbeeld een bepaalde student, ik geef een voorbeeld van een student hoor, heeft een bepaalde student geen onderneming, dan worden die vragen van ondernemerschap geskipt. Ja. Omdat die vragen dan niet betrekking hebben op de persoon. Ja. Dus zo zie je dat die vragenlijst is een beetje omvangrijk wat vragen betreft, maar er zijn skipvragen. Dus niet alle vragen worden beantwoord, omdat er natuurlijk wordt gekeken aan de hand van jouw situatie. Als jouw situatie zegt van dat je geen onderneming hebt, dan worden die aantal vragen worden dan geskipt. Oké, u heeft aangegeven welke personen vanaf welke leeftijd mensen geënquêteerd zullen worden. En wanneer het onderzoek zelf loopt, gaat dat gelden, is het een landelijk onderzoek? Ja, dus ik gaf aan dat er is eerst een pilot, toch? We zijn nu in een periode van een pilotonderzoek. En nadat we gaan dan de informatie verwerken en dergelijke, dan ga je dan een voorlopig rapport krijgen. Je krijgt de voorlopige status. Ja. Maar natuurlijk, die 420 eenheden kan niet een uitspraak doen voor het hele land. Dus we hebben een landelijk onderzoek. En dat landelijk onderzoek is in de periode van juli tot en met september. En dat zal in alle districten plaatsvinden. Maar natuurlijk ook met dezelfde beroepsbevolking. Ja. Dus dezelfde leeftijdsklasse. Maar nu gaat het wel over alle districten. En hoeveel mensen zullen dan geënquêteerd worden? U noemde het eenheden. Ja, ik noemde eenheden. In die periode van het landelijk onderzoek worden er 3577 eenheden geënquêteerd. En dat geeft natuurlijk middels een bepaalde berekening, dat is een statistische berekening. En dat heeft het statistiekbureau voor ons gedaan. Hebben zij dan aan de hand van de totale bevolking, weten ze precies hoeveel eenheden zijn van belang om een gedegen uitspraak te kunnen doen voor het gehele land. Ja, ja. En welke vragen komen ongeveer voor op de vragenlijst? Als ik bijvoorbeeld een vraag mag noemen, bijvoorbeeld, heeft u een bankrekening? Waarom? En je zegt ja, dan gaan we verder. Ja. Toch? Van welke diensten maakt u gebruik? Er zijn verschillende diensten, bijvoorbeeld je kan lenen, je kan sparen. Dus al dat soort vragen proberen we in kaart te brengen. En als je bijvoorbeeld op dat gedeelte van ondernemerschap komt, dan is het, heeft u een bedrijf? Staat uw bedrijf geregistreerd? De informatie dat wij verzamelen is informatie dat wij intern gebruiken. Het is niet dat het naar buiten toe gaat. Het is geheim. Het is van de centrale bank, toch? Want wij hebben die informatie nodig omdat we beleid moeten uitstippelen erop. Als we niet weten, toch, dat de informatie juist krijgen van de burger, dan kan je ook niet een gedegen oplossing zoeken. Vandaar dat ik zeg van, het is niet dat we willen eigenlijk alle informatie van je willen weten of je privacy willen ingaan op je privacy. Het is dat niet. Het is dat je zoveel mogelijk een beeld wil krijgen van de persoon of het gedrag van het gebruik van financiële producten en diensten, maar ook de toegang tot het gebruik van financiële producten en diensten, zodat we ook daarop gerichter beleid kunnen loslaten. Ja, en meestal is het zo dat mensen toch een beetje sceptisch staan tegenover een enquêteonderzoek, vooral wanneer het gaat om persoonsgegevens. Worden die persoonsgegevens openbaar gemaakt?
Nee, de persoonsgegevens worden helemaal niet openbaar gemaakt. Ik zei daar net al, er is een geheimhouding. De informatie wordt eigenlijk in een totaal, dat is eigenlijk, de computer doet dat allemaal voor ons. Het is gewoon dat het op een totaal wordt gegooid. Ik ga niet precies weten, oh meneer McIntosh heeft dat en dat beantwoord. Yeah. Dat is voor ons ook niet relevant. Yeah. We willen weten, wat zijn de hiaten en de knelpunten dat meneer McIntosh ervaart. En het is niet dat we de informatie bijvoorbeeld aan een andere instantie geven. Het is voor de centrale bank. En als u bijvoorbeeld niet geregistreerd staat bij KKF bijvoorbeeld, ja, dan is het niet dat wij daar regels erop gaan loslaten. Omdat waarom? Het is voor ons belangrijk dat wanneer je bijvoorbeeld je in de informele sector bent, is het ook belangrijk dat we weten dat je in de informele sector bent. Want de informele sector, dat weten we gewoon, en dat ervaart de burger ook, ja, dat de informele sector meestal het is niet makkelijk om een bankrekening te openen. Klopt. En als je aangeeft dat je dan niet geregistreerd bent, ben je eigenlijk al in de informele sector. Dus als je nu zegt van, ik ben in de informele sector, laten we een voorbeeld aanhalen. Stel bijvoorbeeld, je bent een ijsverkoper of je hebt een moestuin, ja, toch? En je hebt bijvoorbeeld groente dat over is en je wilt het verkopen. Maar dan zeg je van, ja, het is moeilijk om een bankrekening te openen. Of de marktverkopers zeggen dat het moeilijk is om een bankrekening te openen. Dan geeft het aan, het gaat ons de mogelijkheden geven van, oké, zo ziet de situatie van de persoon eruit, of het wordt allemaal op een hoop gegooid, hoor. Ja. En dan kunnen we kijken van, hey, hoe kunnen wij natuurlijk regels daarop, of oplossingen aandragen. Geen regels, oplossingen. Want je wilt dat iedereen die toegang heeft tot een bankrekening, dat, ja, is een recht van ons allen, toch? Dus je wilt dat recht ook aan de persoon geven. Maar het is ook zo dat de persoon zou ook moeten meewerken om die informatie aan ons te geven. Want je kan niet gewoon zeggen van, oké, de mensen kunnen niet aan een bankrekening komen. De centrale bank zal bijvoorbeeld de regels verlagen. Dat kan niet. Yeah. Want je moet je ook internationaal houden aan bepaalde standaarden. De president heeft vaker aangegeven dat het makkelijker moet zijn voor burgers om een bankrekening te openen. Is dat de reden voor de centrale bank om te starten met dit onderzoek? Kijk, financial inclusion staat op de agenda van de regering hoog op het vaandel, toch? Ja. Wat we zeggen van, kijk, als wij weten vanuit de centrale bank dat financial inclusion op de regeringsagenda staat, en dat is eigenlijk een taak waarmee wij ons bezighouden, gaat het natuurlijk in ons strategisch plan ook voorkomen. En om je strategisch plan invulling eraan te kunnen geven, ga je dan proberen om eigenlijk uitvoering te geven aan financial inclusion. De president geeft aan dat het makkelijker moet zijn om een bankrekening te openen. Nu willen wij natuurlijk weten van, wat knelt er in de samenleving? Wat zijn die belemmeringen? Wat zijn de problemen die de mensen ervaren dat het moeilijk is voor ze om een bankrekening te openen? Dus u ziet wel dat het heeft een aansluiting, toch? De centrale bank is de instantie die zich met financial inclusion bezighoudt. Het is niet alleen maar in Suriname zo. Het is wereldwijd zo. Ja. Toch? Dus je gaat dan moeten kijken. De centrale bank is een moederbank. En omdat we de moederbank zijn, moeten wij natuurlijk ook kijken dat het financieel systeem ook ordelijk verloopt en dat het goed verloopt. En als we weten en we horen dat het moeilijk is, dan moet je nou wel gaan natrekken van, wat is er moeilijk en hoe kan ik dan oplossingen daarvoor brengen. Dus aan de ene kant worden de burgers gevraagd om hun medewerking bij het onderzoek. Maar heeft de centrale bank ook gekeken wat de problemen zijn bij bijvoorbeeld de banken, de andere actoren? Hoe zit het daarmee? Kijk, dit onderzoek is natuurlijk, we zijn een moederbank, ik gaf dat aan, maar we zijn niet alleen in het financiële systeem. Er zijn de commerciële banken in het financiële systeem, maar er zijn natuurlijk ook andere stakeholders. Om deze vragenlijst te kunnen finaliseren, ja, zijn we eigenlijk van start gegaan. We zijn al 2 jaar terug van start gegaan met de voorbereiding. Okay. Want er gaat een behoorlijke voorbereiding eraan te pas.
We zijn 2 jaar terug gestart, maar COVID heeft het ook een beetje achtergehouden, hoor. Ja. Want dan is er een stagnatie ertussen gekomen. Maar we zijn eigenlijk nu zo ver. Wat we hebben gedaan is in eerste instantie... we zijn, Centrale Bank is lid van een internationale organisatie, Alliance for Financial Inclusion, AFI afgekort. En ik zei al eerder bij het gesprek dat er verschillende landen zijn die dit onderzoek hebben uitgevoerd. Dus er bestaat een vragenlijst, een standaard vragenlijst. Natuurlijk ga je kijken, die standaard vragenlijst ga je niet gewoon op Suriname van, toepassen, omdat Suriname andere kenmerken heeft. Dus je gaat hem eigenlijk richten aan de kenmerken van het land. Dat is ook wat we gedaan hebben. En van daaruit hebben we dan de overige stakeholders betrokken. We hebben een stakeholders meeting gehad met de commerciële banken, met het bedrijfsleven, met de jongeren- en vrouwenorganisaties, met de verschillende ministeries, waaronder sociale zaken, economische zaken. We hebben met het ministerie van Financiën. Dus we hebben dus de ministeries betrokken. We hebben al deze actoren betrokken. Toch? Om hun feedback te geven op de vragenlijst. Oh ja. Want het is niet alleen maar dat de centrale bank in het geheel is. Maar het is een samenwerking. Ja. Toch? Het is een samenwerking van alle actoren. Dus je gaat die actoren ook betrekken erbij. En dan hebben we ze gevraagd dat ze feedback geven op de vragenlijst. We hebben die feedback ook verwerkt. En dan is er een finale vragenlijst tot stand gekomen. En met deze finale vragenlijst gaan we natuurlijk in het onderzoek, dus pilotonderzoek. In het pilotonderzoek is een van de doelen natuurlijk ook dat je nagaat. Maar dat is een beetje, dat is eigenlijk qua onderzoek technisch. Dat je dan gaat kijken van hoe reageert men op de vragen. Toch? Ja. En dat geeft ons natuurlijk ook na het onderzoek de mogelijkheden om te weten van wat moet je veranderen. Ja. En wat is het kostenplaatje dat verbonden is aan dit onderzoek? Het kostenplaatje dat verbonden is aan het onderzoek is... we hebben vanuit die internationale organisatie, AFI, Alliance for Financial Inclusion, heeft de centrale bank een grant ontvangen. Okay. Maar u begrijpt, die grant is niet genoeg. Ja, ja. Dus de centrale bank komt ook in met een deel. Dus van daaruit zijn de middelen eigenlijk tot stand gekomen. Ja, en hoeveel heeft AFI bijgedragen? AFI heeft ongeveer een bedrag van 109.000 US bijgedragen. En de overige kosten zal de centrale bank daarvoor moeten inkomen. Oké, ik zal daarmee volstaan. Ik heb toch nog een laatste vraag. En, is dit onderzoek een vereiste van het IMF? Nee, dit onderzoek is geen vereiste van het IMF. We moeten eigenlijk de vereisten van het IMF een beetje loszien van dit onderzoek. Ja. Het is, we zijn al lang bezig met financial inclusion. Ik gaf het al aan, sedert de jaren 2012-11 zijn we al bezig met financial inclusion. Het is wereldwijd ook zo dat dit soort onderzoeken gedaan worden. Het is helemaal geen vereiste van het IMF. IMF heeft andere vereisten waaraan de centrale bank moet voldoen. En daarvoor wordt de centrale bank van tijd tot tijd zullen we de rapportages moeten geven. Ja. Maar dit onderzoek heeft helemaal niet te maken met het IMF. Dat was een mond vol, mevrouw Harnadan. Mag ik u bedanken voor uw komst naar de studio van ATV. Kijkers, dit was het eerste gedeelte van In Gesprek Met. In het tweede gedeelte zal collega Carla Boeitjes praten met de heren John Krisnadat en Gunu Kastelen van de Surinaamse Voetbalbond. Kijkers, goeiedag en welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u mijn collega Gerald McIntosh in gesprek gezien met mevrouw Nancy Harnadan. Zij is de coördinator financiële inclusie en educatie van de Centrale Bank van Suriname. En ze hebben gesproken over een enquête over de financiële inclusie en educatie. Heel interessant. In het tweede deel heb ik ook twee interessante gasten. Namelijk de heer John Krisnadat en de heer Gunu Kastelen, respectievelijk voorzitter van de SVB en jurist, die natuurlijk de voorzitter bijstaat.
in een proces dat waarschijnlijk op gang moet komen of al op gang is gekomen. Maar daarover horen we straks meer. Heren, welkom in gesprek. Dank u wel. Kala. Dank u wel. Ook goedenavond. Ja, want meneer Krishna, dat gewoonlijk doen we geen sport, maar dit heeft zo'n maatschappelijke impact dat ik aan dacht van, het is goed. Ja, maar dat is de algemene samenleving, niet alleen het sport met het publiek, maar gewoon de totale samenleving hoort wat er nu gaande is bij de SVB. Ik ben het helemaal eens met de conclusie die je trekt. Ja. Want ik zeg vaker dat de Surinaamse Voetbalbond een van de grootste sportorganisaties is in Suriname. En wat we daar bij de Voetbalbond zien, is dat wij niets anders zijn dan een reflectie van die Surinaamse samenlevingen, hoe ze zich gedragen en opstellen en al dat soort. Dat kom je allemaal bij ons terug. Dus net zoals... Ja, want ik ben niet een diehard voetbalfan, maar ik kijk toch naar die wedstrijden. Nee. Je volgt alles. Als het natje is, dan kijkt hij er. Misschien overigens over directe een correctie. Ja. Guno is onze juridisch en commercieel adviseur van de Surinaamse Voetbalbond. Dat is al lang zo. Oh, hij is al een onderdeel van... Hij is een onderdeel van... Okay, en nu gaat hij van, echt werken voor dat. Van ons. Er wordt nu in de samenleving gesproken over een coup bij de SVB. Is het een coup of kwam dit al? Was het al eigenlijk in de pipeline dat hij... Nou, verwachtte u? Ja, ik ben begonnen met te zeggen van... We zijn een reflectie van hoe die samenleving werkt. En u weet dat in onze samenleving, als je een verkiezing verloren hebt... dan blijf je altijd tegen het winnend bestuur of de winnende politieke partij ageren op allerlei soort manieren. En juist, je hebt altijd... De verkiezing is verloren, dan zeggen ze de sleutel... De sleutel is geleden. Maar dat verwachten we altijd in die samenleving van ons. Dus je loopt altijd met een motie van wantrouwen op zak. Oké. Toch? Dat is wat je bij ons hebt. Je ziet het overigens ook bij de andere sportorganisaties. Mm-hmm. Toch? Ze zijn vandaag gekozen en overmorgen hoor je dat er een nieuw bestuur is. Dat hebben we de afgelopen tijden, dus jaren ook wel gezien. Niet goed voor de sport, voor de ontwikkeling van de sport, maar nogmaals... Het gebeurt. Het gebeurt. Jammer. Dus de verkiezingen zijn verloren vorig jaar nog? Vorig jaar, Door een partij. En die waren duidelijk dus niet tevreden, want er was hele heisa ook bij de verkiezingen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Okay. We hebben toen dezelfde situatie gehad als nu. Smeercampagnes die eraan vooraf gaan en al dat soort toestanden. Mm-hmm. Toch alle partijen die elkaar beschuldigen van ibaisma. Mm-hmm. Toch om voor je te stemmen. En nogmaals op dezelfde manier zoals ze dat in politiek Suriname doen. Maar dan misschien op zijn meest negatieve vorm. Is jammer. Zie je weer bij ons. Want bij de sport zou terug. Dat niet mogen. We hebben al genoeg te lijden. Omdat men zegt... En meneer Kastelen, die weet het ook. Hij is ook politicus. Ja. Omdat men zegt, sport verbroedert. Yes. En dat zie je niet in... Dat gebeurt. Dat zie je niet gebeuren. Maar meneer Kastelen, er was sprake van dat het bestuur... eigenlijk een beetje heeft gefraudeerd. Handtekeningen zijn vervalst van mensen die... dingen hebben gegeven. Wat was het weer? Mensen machtiging, gaven machtiging. En is dat er gebeurd? Heeft u dat onderzocht? Nou, laten we er van zeggen. Voor elke vergadering moet je quorum vaststellen. Mm-hmm. Er zijn regels binnen de SVB waarbij de mensen worden uitgenodigd per brief en wordt aangegeven aan welke vereisten een machtiging moet voldoen. Moet ondertekend zijn door de voorzitter, de secretaris of conform de regels van de statuten van zo'n lid. Mm-hmm. Nou, ik kwam aan in de vergadering en ik kreeg de bunch van het bestuur van controleer dit voor ons. En van de dag 49 leden die er waren, waren drie machtigingen die niet voldeden aan die vereisten. Mm-hmm. Er waren twee machtigingen van één club, West United, waarbij de voorzitter en secretaris eentje getekend heeft. En die andere was alleen door de secretaris getekend. Mm-hmm. Dat wil zeggen, er is een probleem in die club. Mm-hmm. Dus een ALV is niet om de problemen van een club op te lossen. Dat moet je thuis oplossen. Mm-hmm. En er is jurisprudentie daarover. Ik dacht dat meester Baar in de jaren 98 ook een verkiezing heeft geleid als verkiezingscommissie.
Dus de quorum moest worden vastgesteld. En er waren twee machtigingen, beide ondertekend door de secretaris en de voorzitter, mm-hmm. maar twee verschillende personen gemaakt. Maar dan wat doe je dan? Je mag niet meedoen. Oh, dat wordt helemaal... Dan mag je niet meedoen, dus zo'n lid mag niet mee, mag wel zitten, volgen, maar kan niet meedoen aan de stemming en kan het woord niet voeren. En nu was dit ook het geval? Ja. Dat heb ik toen geadviseerd aan het bestuur. Mm-hmm. De tweede vereniging was Robin Hood. Daar was de machtiging getekend door de secretaris van Robin Hood, mm-hmm. maar de voorzitter van Robin Hood had niet getekend, de heer Abrahams. Mm-hmm. Ik heb het bestuur, ik rapporteer feiten. Ik zeg bestuur, deze machtiging voldoet niet. Dus Robin Hood mag ze hier zijn, maar ik adviseer dat ze niet meedoen. En ga straks zeggen waarom. West United ook. En West United en PVV was de derde. Oh. PVV, waar de heer Gentle als gemachtigde was aangegeven. Daar had de voorzitter en de penningmeester getekend van de Stichting Politievoetbalvrienden. Bij de SVB is geregistreerd Politievoetbalvereniging. Mm-hmm. Toen, er was een heel tumult al voor de vergadering. Dus ik zou dat zelf meedelen en argumenteren, maar ik mocht het woord niet voor. Want dan begon de vergadering van, hey, Kastelen is hier, hij mag niet praten, hij mag niet aan het woord komen. Okay. Waarom zou je niet mogen praten? Je bent geen lid van het bestuur. Ik ben geen bestuurslid. Bestuurs. Oh, okay. Maar een bestuur mag deskundigen. En ik was niet de enige deskundige, er was een financieel deskundige, technisch directeur was er, de computerdeskundige die voor alles moest zorgen was er. En ik als juridisch deskundige. Oké. Okay. Ik heb gehoorzaamd wat gevraagd is. Ik heb bestuur gezegd, ik kom gewoon. Okay. Totdat meneer Atompai zelf, toen hij in problemen kwam, dat hij niet mocht stemmen, heeft gezegd, ja, maar bij de vorige verkiezing had ik ook zo getekend, voorzitter, penningmeester. En toen was meneer Kastelen voorzitter van de verkiezingscommissie. En toen heeft hij me wel laten stemmen. Toen zei ik hem, wilde ik mijn mond. Ik zei, hij is hier, ik kan het uitleggen. Toen zei ik, mag niet praten. Toen heeft de voorzitter me het woord gegeven, toen heb ik uitgelegd van luister, in principe volgens de statuten van de stichting is er niks fout met de machtiging, maar de stichting is niet geregistreerd. En ik heb met de verkiezingscommissie hebben gezegd, laten we, er waren alle 51 leden waren aanwezig, dus 50 plus SVB, bestuur. Ik zeg, het is een verkiezing, zijn leden, laat iedereen stemmen. Er was bij die verkiezing waren er problemen met nog Transvaal en Coroniboys. Mm-hmm. Iedereen heeft gestemd, verkiezing maar is geweest. Maar heeft u dan een precedent geschapen? Dus dat is wat men stelt, maar een precedent die ik kon verdedigen op dat moment. En ik zeg, oké, wat is toen afgesproken? PVV, maak je zaken in orde en zorg ervoor dat je stichting documenten inlevert. Er is een jaar voorbij en is nog steeds niet afgegeven. Mm. Dus ik kreeg natuurlijk weer die oude statuten weer. En precies op basis van hetzelfde zeg ik weer, je mag niet stemmen. Okay. Toen het tot het tumult kwam, heb ik het bestuur me gevraagd, kan je met de mensen praten? Ik heb die voorzitter van West United en nog een dame branchier uitgenodigd. Apart, ik heb met ze gesproken. De andere persoon was weggelopen, een Japanse meneer, ik weet niet wie dat was. En ik heb toen gezegd, jij bent voorzitter. Ik wil geen rechtsgeschil hebben. Nou, en daarom laat je twijfelgevallen niet meedoen. Want als je een beslissing neemt met één of twee stemmen verschil, dan gaat men naar de rechter en dan heb je problemen. Dus ik zeg maar, op jouw verantwoordelijkheid, jij bent voorzitter, ga ik voorstellen aan het bestuur dat je mag meedoen. Als er iets fout is, ga ik jou vooraansprakelijk zijn. Want jij bent voorzitter van West United. Hij zegt, je hoeft niet bang te zijn, ik ben de voorzitter, ik ben hier rechtmatig. Okay. Ik heb geadviseerd, voorzitter, door het bestuur, laat het maar meedoen in sport. De Robin Hood, wanneer een machtiging is ingeleverd, is het van de SVB. Het bestuur was zo coulant. Ik heb bestuur gezegd, die machtiging is nu van jullie, het gaat de deur niet meer uit. Men heeft aangegeven, ja meneer Abrahams is hier, ik heb hem niet met mijn ogen gezien. Men wil die machtiging nemen om het te voldoen. Ja. We hebben het afgegeven, is teruggekomen en met een handtekening. Dus dat zou dan de handtekening van meneer Abrahams moeten zijn. Kan dat hij er was, ik heb nu niet gaan kijken. Dus ja, Robin Hood mag meedoen. En dat was de derde was... PVV. Dus van, ja. En dus daar heb ik al uitgelegd, hebben we gezegd van hij kon aantonen dat er geld was overgemaakt op een rekening van de stichting Politievoetbalvrienden, FIFA Gelden. En het geld is overgemaakt door de administratie van de SVB. Dus heb ik gezegd aan de SVB, luister, ik ga nu niet gaan onderzoeken.
hoe of we kunnen de licentiecommissie bellen. Er is nog een poging gedaan door de penningmeester om de licentiecommissie te bellen van hoe staat PVV ingeschreven. Mm-hmm. En de Atompai beweerde dat als politievoetbalvriendenstichting. Ja. Toen heb ik de SVBC, als we die twee anderen hebben geadviseerd, ik zeg, laat de mensen zijn hier, laten ze meedoen. Dus, okay. Geen probleem. Dus dat probleem was opgelost. Even een toevoeging wel. Mm-hmm. Is opgelost in de zin dat we daar op de vergadering hebben gezegd, binnen twee weken moeten ze hun stukken indienen bij de SVB, zodat ze bij ons als rechtmatige rechtmatig licht staan ingeschreven. En dat houdt toch? Voor PVV. Dat houdt van PVV in. Ja. Oké, dus dat probleem was opgelost. Maar wat maakte dat er al een tumult op was ontstaan voordat die vergadering echt was aangevangen? Dat klopt. Zegt u dat men met voorbedachte raden? Blijkbaar wel. Mm-hmm. Want vanaf het eerste moment heeft men geprobeerd dus om zaken te ontregelen. Om hun moverende redenen. Mm-hmm. Toch? Leden te intimideren. En al dat soort toestanden. Mm-hmm. We zijn dan ook gestart vrij laat met de... Bijna een uur na de aanvangstijd. Met de vergadering. Oh, wat al die dingen moesten eerst... In principe hebben we niet meer gedaan dan... Geopend. Vier mededelingen gedaan. Twee mededelingen, een heleboel objections ertussenin. Weer twee. En dan hebben we dus de notulen in behandelingen genomen. Ik dacht dat de secretaris gevraagd had wie er op aanmerkingen had over dus de notulen, want dat is het gebruik, mm-hmm. toch? En hij zei nou vier op, nee, we willen erover stemmen. Wat totaal ongebruikelijk is als het om notulen gaat. Want de doorsnee Surinamer kent notulen als een weergave van de vergadering die is gehouden. En dat is het ook, dus dat heb ik ook op een gegeven moment uitgelegd, toch? Mm-hmm. Waarbij jij bijvoorbeeld zegt van, voorzitter, luister nou, ik heb het niet zo gezegd. Precies, maar ik heb dat gezegd. Juist, ja. Die komma staat verkeerd. Oké, maar wat toch? Was de reden waarom dit natuurlijk nu niet zijn goedgekeurd? Wat was er verkeerd? God knows. Er was maar één lid, Legendary Sportbond, dacht ik, die kwam eerst met, ik ga me onthouden, want ik heb het niet kunnen gelezen. Okay. Ja. Nee, ik stem tegen. Ja. Oh. Dus eerst zei ze zich onthouden. Iedereen zo maar zijn er natuurlijk vooraf opgestuurd? Ja, twee of drie weken. Met de agenda van de vergadering. Drie weken en dan toch hebben ze dus het niet gelezen. We hebben het opgestuurd. We hoeven het volgens de statuut over de dingen maar acht dagen van tevoren. Een week van tevoren. Dus okay. En daar hadden ze de gelegenheid om... Op aanmerkingen en ook eventueel agendapunten te laten toevoegen bij de convocatieagenda. En dat is niet gebeurd. Nee, dat is ook niet vooraf gebeurd. Dus van tevoren, zeven dagen van tevoren, zeg je van hey, ik wil dit agendapunt erbij hebben. Als je dat niet doet, dan betekent dat dit de agenda is die behandeld gaat worden. Okay. Dus je hebt een situatie gekregen waarbij dan 26 leden gezegd hebben van... We zijn tegen de notulen. Wat vreemd. Want het is 26 van de 21. Dacht ik voor, 0 en onthouden. Ja, dus dat. En een paar van ze hebben dus gemotiveerd. Dus ze zeggen, ik heb het niet gelezen. Mm-hmm. Van de mensen die tegen zeiden. We hebben toen de vergadering geschorst. Op advies ook van onze juridische adviseur. Mm-hmm. En na de schorsing hebben we dus de vergadering... verdaagd tot over een maand, waarbij we zeggen van neem je tijd om dus die notulen te gaan lezen, dan mm-hmm. komen we terug. Ik heb toen ook tekst en uitleg gegeven van wat notulen dus inhouden, dat ze niets anders zijn dan een verslag van wat jij in de vorige vergadering naar voren hebt gebracht. En het mooie van die notulen was, het bevatte hun goedkeuring voor het financieel en het accountantsverslag en het verslag van de verificatiecommissie. De accountant en de verificatiecommissie mm-hmm. zijn door de leden aangewezen. Ja. Dat die aangenomen was, toch? Voor wat betreft het vorige jaar. En het verslag en de uitkomst van de verkiezing die op die vergadering zijn gehouden. Nothing else.
Dat stond in de natuur. Dat stond in de natuur. Want als je zegt, je bent niet eens met, moet je wel aangeven waarmee. Dat moet je wel aangeven, daarom zeg ik toch. Van, je zegt van, hé, ik ben niet eens wat je daar... Want ik heb het niet zo gezegd of bedoeld, maar zo. Okay. En dan teken je het aan. En dan geef je vervolgens aan, oké, de natuurlijk zijn dus hierbij. Dus, wat is er aan? Misschien is het goed om aan te geven dat er twee redenen waren waarom de vergadering is vandaag. Mm-hmm. Eén is de vergadertechnische reden. Ja. Hoe ga je aan FIFA verklaren dat de leden zo'n eigen notulen niet hebben goedgekeurd? Dus geef ze tijd, heb ik geadviseerd. Laat ze lezen, laat ze even dingen willen veranderen, laat ze aangeven en ga maand door. Maar de hoofdreden was, je kan niet een vergadering beginnen vanaf begin tot een uur voordat je kan beginnen te praten, waarbij maar drie leden steeds aan het woord komen, drie tot vier. En zijn allemaal hoge politiefunctionarissen, mensen van de gewapende machten, iemand van de DNV en ze zitten daar en ze intimideren andere leden dat bij de stemming voor de notulen voor de voorzitter of de gemachtigde van Domburg Sportbond is opgestaan en weggelopen. Toch? Ik dacht ook Livorno Sportbond heeft zich een beetje teruggetrokken. Dus andere leden die een andere mening hebben, durfden niet uit te komen. Mm-hmm. En mensen zwaaiden met vingers in andere mensen hun gezicht. Dus ik zei de voorzitter, dit is geen sfeer waarin je kan vergaderen. Vermijd erger, iets kan verkeerd gaan. Ja. En ik zeg maar, om tactische reden moet u dat niet zeggen aan de vergadering. Geeft u gewoon aan, je geeft de mensen tijd, maar laat de rust terugkeren. Maar vergadering technisch, moeten ook niet de leden, tenminste de ALV, aangeven of inderdaad zij ook toestemming geven dat die vergadering verdaagd wordt? Of is het echt des bestuur? Nee, het is een des bestuurs, toch? Maar wel dus, met redenen omkleed. Ja, dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. Maar ze hebben het niet geaccepteerd, blijkbaar. Dat is... Want dat was het Dat is achteraf. Want zij zeggen, die vergadering mocht dus niet verdaagd worden. Dus ja, maar nadat je de bekentenis maakt, dan stormt meneer Atompay naar de bestuurstafel en... Mm-hmm. Laten we daar niet meer over hebben. Ja, we hebben de filmpjes over hebben. Ze zijn viraal gegaan. Ze hebben overigens die filmpjes zelf... gemaakt en verspreid. Dat is het mooie dus dat je eraan hebt. Maar we hebben dus ook gezegd, lees opnieuw, omdat wij weten dat de FIFA wacht op onze rapportage. Toch? Want je dient... het is een jaarvergadering die in april plaatsvindt. Dat staat ook in de statuten, met eigenlijk het onderwerp waarover het moet gaan, dus de agenda. Dus daarop wordt op die vergadering wordt uiteindelijk goedgekeurd jouw jaarverslag, je accountantsverslag, het verslag van de verificatiecommissie en de notulen. Die worden dus diezelfde maand, dus voor eind april, opgestuurd naar de FIFA. Yes. Omdat op basis van die gegevens zij verder kijken van wat moeten wij doen. Ja. Toch? Omdat je ook verantwoord middelen die de FIFA ter beschikking heeft gesteld. Ja. Dus je moet verantwoorden. Ja. Dus wij zagen dat gaat niet kunnen gebeuren. En wij hebben dan ook direct na de vergadering de FIFA geïnformeerd dat vanwege omstandigheden wij, dus de SVB, niet in staat is om haar rapportageverplichtingen naar u toe te doen. Dus naar de financial dependencies. Ik heb dan direct aangegeven van, kijk, voor het geval jij besluit tot het overgaan van een suspension. En suspension betekent bevriezen van de FIFA-middelen die wij hier op onze bankrekening hebben, toch? En het kan een volledige suspension inhouden. Ik zal daar misschien zo meteen op terugkomen. Mm-hmm. Of een deels een suspension. Dus nogmaals, we zeggen, we weten dat dat dan in de lucht hangt. Maar we doen in ieder geval een beroep op je. Dat als je tot suspension overgaat, de gelden die bestemd zijn om dus de Nations League wedstrijden die in deze maand, eind deze maand plaatsvinden, daarvan te vrijwaren.
Want we moeten 4 juni moeten we hier in Suriname tegen Jamaica spelen. 7 juni moeten we tegen Jamaica en Jamaica spelen. 11 juni moeten we dus in Mexico spelen. Het zijn verplichtingen dus die we naar de speelverplichtingen die we naar de FIFA toe hebben. Dus ik heb ze er nogmaals gevraagd FIFA aan. Ik denk dat deze week dus de reactie binnen zal komen. Dus nogmaals, ik zeg van, hey. Dus u weet nog niet of die suspension inderdaad komt. En hoe die suspension eruit gaat zien, toch? Maar het zal een deels of gehele suspension gaan inhouden tot het moment waarop jij aan jouw rapportageverplichtingen voldoet. We hebben met internationale organisaties te doen. Dus dit zijn de regels, daaraan moet je voldoen. Dus, voldoe je er niet aan, dan kan je in zeer ernstige moeilijkheden dus... Dus tot nu toe weet u niet zeker of die wedstrijden voortgang zullen vinden? Dus laat me zeggen, dus ik acht de kans heel klein dat men dus die suspension ook door zal laten werken op die te spelen wedstrijden. Toch? Dus dat we daarvoor dus een vrijwaring komen. Ja. Ik verwacht eerder misschien dat ze zullen zeggen van, luister nog, je subsidie die we in juni moeten storten, die zullen we aanhouden. We zullen je ook misschien een vrijstelling geven voor je operational costs die je te maken hebt. Toch? Maar dat hoeft niet per se. Toch? Okay. Maar kijk, als het om wedstrijden gaat, het zijn hun wedstrijden. Die we spelen. Ja, dus vanuit dat oogpunt gaan we ervan uit. Nou, dat zal er zeker niet onder vallen. Want anders kan ik niet naar Jamaica gaan, ik kan niet met mijn team naar Mexico gaan. Ik ga mijn spelers niet uit Europa kunnen laten halen, et cetera, et cetera. Okay, dus ik gooi een heel toernooi in de war, toch, waaraan we moeten meedoen. Dus zij zijn ook nuchter, wat dat betreft. Dus dat staat een beetje veilig. Maar dan nu komen we er, want ondanks, FIFA is een internationale organisatie, maar ze volgen wel. Wat er gebeurt in de lidlanden, klopt, toch? Klopt. Maar nu is er, meneer Atombay die geeft aan dat er die vergadering mag niet verdaagd worden. Er is nu een interim bestuur en zij gaan verder met, kan dat? Dus kijk, je kan niet op een bepaald moment als een vergadering is afgesloten zeggen, ik hou eventjes snel een vergadering. Dus daarom dus vroeg ik juridisch... vergadering technisch, mocht die vergadering verdaagd worden? Ja, is verdaagd. Want zij beweren van bestuur niet. Is opgestaan. Leden zijn weggegaan. 1. 2. Heeft zelf in die meeting, als ik die bandjes mag geloven, gezegd van luister, we kunnen die agenda niet afwerken. Omdat voor een vergadering die je converseert, daar heb je agenda vooraf opgegeven. Agenda nodig. Je hoort alle 51 leden correct op te roepen. Dus nu zitten 27 mensen bijeen. De andere mensen, al is het 1 lid die niet op de hoogte was van deze meeting en dit agendapunt, die heb je tekort gedaan volgens het verenigingsrecht waar men zo naar verwijst. Dus wat dat betreft denk ik dat het zogenaamd interim bestuur, dat ze lelijk in de fout zijn en eigenlijk de SVB ernstig schade laat leiden, nationaal en internationaal. Ik ben op dat punt nog niet gekomen bij het bestuur om dat verder uit te zoeken. Want in feite zou zelfs een schadevergoedingsclaim toch moeten gaan richting de mensen die de organisatie in een dergelijk probleem hebben gedaan. Maar goed, dat is zorg voor later aan. Oké. Want u zegt dat interim bestuur is dus niet rechtvaardig. Misschien kan ik dit eraan toevoegen. We hebben overigens beelden van waarin hij zit te vergaderen en een motie aanneemt. En ik wil bijna zeggen van dat interim bestuur is met een leugen gestart. Want als ik tel de aantallen die op die zogenaamde vergadering aanwezig waren, dan kom ik met heel veel moeite op de 20. Die nodig zijn om zo'n motie aan te nemen. Nee. Jij beweert, je hebt 27 mensen daar. Daarnaast, het interessante is,
je neemt jezelf aan als zijnde het interim bestuur, maar 2 dagen later heb je een andere naam. Heet je comité herstructurering SVB. Mm-hmm. Nou, wat is daar nou? Is ik weet het ook niet. Bestuur of is het een... Toch? Maar een formeel besluit van je zogenaamde ALV voortgezet of wat, zou dan formeel moeten zijn. Je kan niet eigendunkelijk nu plotseling de naam van een commissie die zogenaamd door 27 mensen is goedgekeurd wijzigen. Als, dus, als interim bestuur. Ja, maar wat is er vanaf die periode gebeurd? Na die vergadering die verdaagd is volgens u, maar volgens de andere partij. Wat is in die periode kijk, gebeurd? Wij hebben, welke stappen heeft u ondernomen? Wij zitten dus legaal aan, dat, is de, dat is één. Dus wij doen ons werk zoals dat behoort. Dat wil zeggen, dus de competities worden afgedraaid, dus die in, op dit moment gaande zijn. We hebben dus de FIFA, zoals ik je al zei, dus een, geïnformeerd. Mm-hmm. We hebben, en dat mag u ook weten, dus een klacht in, ingediend. Mm-hmm. Bij zowel dus de procureur-generaal als dus de korpschef van politie. Waarbij wij ons beklaagd hebben dus over het getoonde verdrag van hoge politiefunctionarissen die daar waren. Die overigens op Atompaina niet eens lid van me zijn. Dus ik kan ze niet eens een, dus eigenlijk mochten schorsen. Ze niet daar? Nee, ze waren rechtmatig daar. Toch wel. Ze waren gemachtigden van een club. Dus u bent lid van ons, u wilt zelf niet praten, dan machtigt u Kastelen om namens de club te praten. Oh my god, dat je een lid moest machtigen. Niet nou, je kan anyone machtigen. Dus wij hebben dus daar een klacht gedaan. Wij verwachten dus dat het 2 kanten op kan gaan, dus dat we misschien krijgen te horen van de PG en korpschef. Hey, Christina, dat nospang, niks aan de hand, zo gedragen politiemensen zich. Of dat ze zeggen van, jammer. Heren, luister nou, als je de volgende keer naar een vergadering van de SVB gaat, gedraag je. Mm-hmm. Ja, dus, dat is wat ik heb meneer Atompaai beluisterd, die heeft gezegd dat u het bestuur ook schuld en alles. Dat is niet waar. De beelden zijn er. Over en weer. U mag naar de beelden krijgen. De beelden zijn er. Okay. Maar, maar de voorzitter is mild en met wat hij zegt. Van, hij hoopt dat men zegt, er is niks aan de hand of jongens gedragen. Mm-hmm. Maar er zijn ernstige strafbare feiten ook gepleegd. Zoals? Er is smaad en laster. Mm. Je kan niet zitten in een persconferentie publiekelijk en zeggen dat $300,000 door SVB is gegeven aan Albina Sportbond om een vrouwencompetitie te organiseren. 1, er is nooit een vrouwencompetitie georganiseerd in Albina. 2, er is nooit $300,000 overgemaakt voor Albina. Je brengt zo'n bestuurslid van Albina in ernstige problemen, want iedereen gaat vragen aan de dorp gaat vragen, dat is niet idee. Je hebt een brief in handen van de Hakerenbank, waarin de Hakerenbank schreef naar een lid. Ik zal verder niet in detail bankdingen bespreken. En dan werd men de indruk alsof stemmen zijn gekocht voor 600.000. Meneer Gisai Doebe zegt dat. Terwijl in werkelijkheid je in die brief kan lezen wat de bank schreef naar dat lid. Dat lid. En dat het totaal niet is wat je zegt. Dat is willens en wetens iemand in een kwaad daglicht willen stellen. Ja, en dat is maar de laatste. Het is niet Gisai Doebe, het is Atompaai die Gisai Doebe heeft dat ook gezegd. Ik heb op een ander bandje gezien. Op een ander bandje, oké. Gelukkig. We zijn overigens op dit punt, misschien is het ook... Er was sprake van dat u ook gang naar de rechter zou maken om dit bestuur aan te vechten? Of? Dus, nee, we hebben niet iets aan te vechten. Wij hebben al onze zaken gewoon neergelegd bij meester Baar. Dus die behandelt al dit soort zaken voor ons. Want wat de heren hebben gemeend te doen is een deurwaardersexploot naar ons op te sturen. Mm-hmm. Met het bevel daarin dat we binnen 24 uur de sleutels aan hun moeten overdragen. Mm-hmm. Nou, we hebben dat gewoon rustig aan meneer Baar gegeven. En gezegd, bekijk wat je ermee in elkaar dus de sleutels zijn niet overgedragen. Je kunt me elke dag daar komen bezoeken. Oké, maar ik hoor de bedragen die meneer Kastelen noemt. En
Waardoor in de samenleving volgens mij de indruk ontstaat dat er een money-making business daar is, dat er geld te verdienen is bij SVB One. Vele mensen schijnen te vechten. Ja. Er zelf in het vorige gesprek over een pot met honing. Is dat het geval? Ik denk dat velen het zo bekijken. Toch? Laat me dit aangeven. Onze hoofdjurist heeft me ook gezegd, John, als je geen geld had, had je 100 jaar als voorzitter kunnen aanzitten. Mm. Maar jullie zijn een pot met honing waar al die vliegen dus op aankomen. Want wat hebben wij gedaan in de afgelopen jaren? En die dingen zijn bekend. Mm-hmm. Want wij publiceren al onze jaarstukken, accountantsverslagen op het net. En de leden weten het ook. We hebben dus geld gespaard. Mm. Als deze het accountantsverslag was aangenomen, dan had u het afgelopen week al op het internet gezien. Want wij hebben de afgelopen jaren gelden gereserveerd ten behoeve van, we gaan een Gold Cup moeten spelen over 2 jaar. We gaan een WK moeten spelen over 2 jaar. Zo hebben we dat ook voor het gedaan. Okay. En we hebben 2 jaar, min of meer dus, laat maar zeggen, qua voetbal, plat gelegen. Dus die gelden zijn ook allemaal dus geaccumuleerd. Dus er is een flinke pot. Maar misschien is het onze bondgenoot, wat ik jammer vind, we gaan moeten afronden. Maar feit is, u zegt, u bent het rechtmatig bestuur. U gaat gewoon door met alle zaken. Want we hebben niet eens gesproken over vrouwenvoetbal. Want daar was ook een hele heisa. Maar daar kunnen we misschien een andere keer op terugkomen. Maar misschien is het goed om ter afsluiting kort te zeggen. En dat zeg ik hier publiekelijk. Ik ga het ook zeggen binnen bestuursverband. Juridisch is er niks aan de hand. Juridisch is er niks aan de hand. Het bestuur is geldig, legitiem bestuur. Okay. Ik denk wel, en dat zeggen we aan het publiek, dat voorzitter John Krishna dat met zijn team wel aan tafel moet gaan zitten. Het zij in one-on-ones met de verschillende leden. Je bent voor 4 jaar of voor 5 jaar gekozen, maar er schijnt toch wel een issue te zijn. En dat moet besproken worden. De communicatie binnen de organisatie moet men wel gaan bekijken om vast te stellen. Want als er mensen van buiten zijn die dingen proberen te bewerkstelligen, mag. Maar je moet binnen je organisatie je leden de kans geven om, als zij iets hebben, het te zeggen. Hmm. En ik denk dat stukje werk nog gedaan dat klopt. Worden. We praten over geleden. Dat klopt wat hij zegt. Want wij zeggen nu ook van, hey, we erkennen dat wij als bestuur, dat onze zwakste kant, communiceren naar onze leden toe en communiceren naar die gemeenschap toe. Hoe kan dat? Jullie hebben geen communicatie. Ja, je denkt van, hey, ik doe het beste wat ik kan voor mijn leden. Ik haal binnen wat er mogelijk is aan zaken om een idee te geven. Wij financieren de competitie. Hè. Ik betaal voor elke wedstrijd die men speelt in die competitie, betaal ik de club die verschijnt, want dat is een eis, $500, tegenwaarde daarvan. Iets dat in feite niet kan, maar dat ik voor deze moeilijke periode bedongen heb bij de FIFA. Toch? Men vond 1500 niet genoeg. Men wou $1000 hebben. Zo gaat het aan toe. Maar laat me dit zeggen, van wij focussen ons als bestuur, want in feite verliezen we onze tijd met al die gesprekken dus die we nu voeren. Ook dit interview, dat zou ik zo moeten zeggen. Omdat wij nu over 3 weken, vanaf nu, die internationale wedstrijden in Suriname hebben. Ik zou al mijn tijd en aandacht daarin moeten stoppen. Toch? Dus, En toch denk ik dat je dat ook nog doet. Ja, dat doen we. Dat doen we ook. Maar dan weet je wat voor problemen je thuis krijgt. Maar dan nog, John, denk ik dat die deskundigheid dan binnengehaald moet worden. Het zou goed zijn om mensen te laten zien wat er vanaf 1998 door verschillende besturen, voorzitters, is gedaan. Mm-hmm. Om ons voetbal nu te krijgen waar het is. Want nu lijkt het plotseling alsof er niks gebeurt. Ja. Maar er was een tijd dat bomen groeiden in het stadion. Er was een tijd dat het Kamperveenstadion op instorten stond. Er was een tijd dat we geen assetstadion hadden. Er was een tijd dat er geen orokuul was. Wat is allemaal gedaan aan strategisch beleid om te komen waar je nu bent? Hoe is het gelukt na jaren om diaspora mensen
te krijgen om voor ons te komen voetballen. We moeten daar nog wat werk doen om die twee verschillende culturen met elkaar te laten te smeden. Dat is mijn verstand, Refi. Maar er is veel gebeurd. Het is nog niet voldoende. We moeten nog profvoetbal hebben. We moeten een nieuw stadion bouwen. Dit bestuur zal het doen of een ander bestuur zal het doen. Maar laat de mensen zien, John, wat jullie al die jaren hebben gedaan. Want anders zijn de mensen die schreeuwen en luidkeels zeggen van er is geen ontwikkeling van voetbal. Die krijgen gelijk, omdat het niet de juiste informatie is. En als er geen informatie is, dan kunnen allerlei speculaties gaan hun eigen leven leiden. En dat is voedingsbodem voor dat is er wat hij zegt van. Ik ga ervan uit, Yeshi, als je langs reed, maar het schijnt niet voldoende te zijn. Dus, Yeshi, als je naar SZ kijkt, dus Yeshi. De mensen hebben het nu gehoord, de SVB zal werken aan haar communicatie, intern en extern. En laten we hopen dat we binnenkort horen dat deze problemen helemaal opgelost zijn. Helemaal oplossen zal wel nooit. En dat de SVB-leden inderdaad de gelederen gaan sluiten. Want de samenleving zit en kijkt en denkt, wat is dat? Het lijkt een chaos daar binnen. Maar u zegt dat dat niet het geval is. En de problemen die er zijn, daar werkt u aan. De problemen werken we dus aan. Want vrouwenvoetbal, ik moet het opnemen voor de vrouwen. Jullie waren niet zo goed bezig met die vrouwen. Maar de regisseur gaat achter is, dat is een, separate story dat anders is dan uitgelegd wordt. Zie je, we hadden veel meer tijd moeten hebben. Maar, kom nog. Heren, mag ik u heel hartelijk bedanken. Ja, u bent omstandig ingegaan. Dus het is geen money-making business. Het is gewoon dat de gelden er zit. En dat als je aan internationale toernooien meedoet, dat je daar geld voor moet. Als ik even mag. Ik leg mensen nu uit van. De SVB is het niveau van een vereniging ontgroeid. De SVB, maar dat geldt voor al die bonden die de FIFA heeft, zijn in feite niets meer niets anders dan een franchise van de FIFA. Jij hebt te dansen op de tonen die de FIFA zet. Ik geef als voorbeeld aan. Geld niet zomaar op, maar. Burger King of hoe heet het, die andere? McDonald's. Ik kan niet zomaar beslissen van een bakapatat noemen naar sojaolie. Of nu is er groen in mijn logo. Of bed. Maar je krijgt wel wat. Pocket money. Wat? Natuurlijk krijg je geld om, je zaken te doen. Voor het bestuur zelf? Worden geen gelden vrijgemaakt voor het bestuur zelf? U mag lezen wat daarvan in ons jaarverslag staat. En dan gaat u lezen dat tot vorig jaar wij een vergoeding kregen als bestuur, toch? Van 500 SRD per maand, die we hebben voorgesteld op te trekken naar 1000. Onder de voorwaarde dat de SVB geen verliezen leidt. Ik als John Christen krijg. Ja, dat lees je daar. Ik als John Christen dat krijg van dus de CONCACAF een honorarium. Want ik ben daar ook adviseur van, dus de voorzitter van CONCACAF. Van de CONCACAF, president Montagliani. Nou, dus, we hadden heel veel meer tijd moeten uit, maar heel hartelijk bedankt voor jullie. We zijn daar goed. Dank je wel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit, net wat ik eerder zei, heel interessant gesprek. Het is goed om een beetje de SVB weg te halen uit alleen dat sportding en nu eventjes breder maatschappelijk ernaar te kijken. U heeft gehoord wat de voorzitter heeft aangegeven en de juridische adviseur. Meneer Kastelen zegt, er is niks aan de hand. Het bestuur Krishna, dat is rechtmatig daar. Dus we blijven deze zaak ook op de voet volgen. Maar ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering. De herhaling is vanavond om 9 uur op kanaal 12.2. Tot volgende week. Goeiedag.